1 op 1. Seksuoloog Goedele Liekens zit een uur in de studio met pedofiel en medeoprichter van de zogenaamde pedopartij, Ad van den Berg. Een 1 op 1 over een van de laatste taboes die ons land rijk is, pedoseksualiteit. Hoe daar als samenleving mee om te gaan. Weet Goedele na de uitzending het antwoord? Ik ben Goedele Liekens, ben psycholoog en seksuoloog van beroep en ik schrijf daar boekjes en zo over. Ik ben Ad van den Berg, ik ben dus penningmeester van de Partij voor de Naastliefde, Vrijheid en Diversiteit. En wij worden dus inderdaad heel erg afgerekend op punt 11 van ons partijprogramma over de seksualiteit tussen volwassenen en kinderen. Deze week in 1 op 1 een onverwachte en delicate ontmoeting. Wij vroegen de Vlaamse seksuologe en de Nederlandse pedofiel. Goedele Liekens en Ad van den Berg. Dit is wat er gebeurde. Dit is 1 op 1. Ik ben eigenlijk enorm nerveus. Ik had dat nooit gedacht. Ik heb geen idee wat te verwachten. Geen idee. Maar het lijkt me wel leuk. Ik lul me daar wel uit, denk ik dan. Ik vind het wel spannend op een gegeven moment dat je dus inderdaad iemand dus ontmoet waarvan je dus niet weet wie het is. Ik ben eigenlijk vooral bang dat ik mezelf ga moeten verdedigen. Zo. Dat je zo'n heel conservatief, zuur mens op me afstuurt. Die zoiets heeft van, je moet niet over seks praten en je... Weet je, dat heb ik wel al een beetje gehad om mij daar altijd over te verdedigen. Maar of ja, als het moet, moet het, hè. Ik laat mezelf gewoon lekker verrassen. Dat is wel zo spannend eigenlijk. Dus, want anders ga je allerlei dingen ga je prepareren. En ik denk gewoon dat de spontaniteit in een gesprek gewoon heel erg belangrijk is. Ik heb het heel moeilijk als er een veel mooiere vrouw tegenover mij komt te zitten. Dat vind ik ook sowieso al een beetje moeilijk. Ik weet niet of ik op dit moment dus met een minderjarige in gesprek zou willen. Ik zou er niet voor weglopen, dat moet heel duidelijk zijn. Ik hoop eigenlijk op een hele knappe Hollander, een hele mooie man, zoals jullie er zoveel hebben. Ik wil mensen die er even open voor staan, wil ik dus bijbrengen wat dat pedofilie op een gegeven moment. Dus iets anders is het dan zij denken. Niemand wil alleen maar praten over seks. Hè. Je moet het tussendoor ook wel eens doen. Trouwens, het is ook onzin om erover te praten als je er nooit aan doet. Ik sta klaar om met mensen in gesprek te gaan. Ja, en als men dat niet wil, dan is het een zwakte bot van hunzelf, denk ik. Goeiedag. Dag meneer. Dag Ad van den Berg. Wat blieft? Ad van den Berg. Ad van den Berg. Ik ben Goedele Liekens. Ik ken je wel. Is het echt? Jawel. Oei, en ik ken was toch seksuoloog en dat soort dingen meer? Ja. Een Belgische seksuoloog. En u bent? Ik ben Ad van den Berg. Ik ben de penningmeester van de Partij voor de Naastliefde, Vrijheid en Diversiteit. De naaste liefde. Gaan we zitten dan? Of wat is de bedoeling? Weet je het, hè? Nee, goed. Is dat uw boek dat u geschreven heeft? Ja. Ik heb het niet geschreven, maar mijn partijgenoten hebben het geschreven. Ah, maar dat is kijk. En dat is ook de bedoeling dat u dat mee mag nemen. Maar, en dan mag u het seksboek, als u dat wil, hè? Want dat is nog maar de vraag. Ja, dat is ook naaste liefde natuurlijk, seks. Ja, exact. Dat is ook zo. Dus, Nou, het gaat niet specifiek over seks in dit boek, hoor. Dit gaat gewoon puur over de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De oorzaken daarvan en waarom dingen wel of niet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Maar ik veronderstel dat daar ook wel seksualiteit en zo aan bod komt. Anders zouden ze ons hier niet samen uitnodigen. Ja, dat weet ik ook niet. Zullen we gaan zitten? Of, of zal ik u een drankje inschenken? Zoals een goede vrouw dat eigenlijk hoort te doen. Lekker, ja. Wit, rood, water... Even kijken. Rood is wel lekker, denk ik. Wat blieft? Rood is wel lekker. Rood? Ja. Ik ga even aan de witte nog, want anders val ik in slaap. Ja, nee, dat is niet de bedoeling dat we in slaap vallen. Zeg, hoe vuil zijn die glazen hier? Is dat hier altijd zo? Is dat op zijn Holland? Geen flauw idee. Ik ben hier al jaren niet meer geweest in deze studio, dus ik zou het niet weten. Penningmeester, wat doet een penningmeester eigenlijk? Dat is de cententeller. Ja, dat is de cententeller, ja, inderdaad. Dus, van de naaste liefde. En wat was het nog? Naastliefde, vrijheid en diversiteit. Wij zijn dus zogenaamd de pedopartij. Oh, zijn jullie dat? Dat zijn we, ja. Dankjewel. Oh, zijn jullie die partij? Ja. Okay. Nou, santé. Ja, santé. Oh god, zijn jullie die partij? Ik denk dat we daar ook tegenover aan elkaar gekoppeld zijn even op dit moment. Ja, dus, nu valt hem met frank. Allee, euro is het ondertussen. Ja. Oh, god. En bent u dan zelf ook pedofiel? Ja. En wat noemt u pedofiel? Wat is dat dan? Pedofiel is inderdaad iemand die dus van kinderen houdt. Die inderdaad ook
in een aantal gevallen dus seksueel in kinderen geïnteresseerd is. Maar niet dus een kind zal dwingen van je moet zus of je moet zo. Dat kind dus echt helemaal vrij laat. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dat een kind ook kan kiezen dan van ik wil niet... Ik wil al zo lang met jullie een keer praten. Tjie. Oh, wat heerlijk. Dat is gewoon heel erg fijn. Echt waar. Ja. Ik had al gedacht voor ons magazine van dat wil ik nu wel eens weten hoe dat zit. Ja. Want u zegt een kind vrijlaten in die keuze. Wat is dan een kind? Hoe oud... Ja, dat is per kind is dat verschillend. Maar ik bedoel, je moet natuurlijk wel op een gegeven moment vragen dat een kind op een bepaalde leeftijd dus niet alles kan overzien. En wat wij dus eigenlijk willen is gewoon puur, ja, laat een kind praten over zijn gewilde contacten. Dan zal een kind ook veel sneller gaan praten over ongewilde zaken. En daarmee krijg je een heel stuk preventie, denk ik, omdat je dus ook veel sneller in kunt grijpen. En dat vind ik zo heel erg belangrijk. Want men denkt vaak ook dat wij dus misbruik propageren. Maar wij zijn juist, net als ieder normaal denkend mens, zijn we gewoon vreselijk tegen dat soort zaken. Dat is gewoon ook logisch, denk ik. Want zo ga je niet met mensen om, maar ook niet met kinderen ga je om. Nu ben ik terwijl je aan het praten bent, voel ik me zo schuld. Maar dat is zo erg. Nee, iedereen kent jullie als de pedopartij. Ja. Maar de naastliefde en die hele rimram die daar nog achter kwam. Wij zijn toen door de media zijn we dus inderdaad zo neergezet. En vervolgens zijn ze in de volksmond bekend als de. Maar zij hebben dat verzonnen op een gegeven moment. Zie, en uw persoon, even eerst uw persoonlijk leven. Heeft u zelf een partner? Ja, maar die zit op dit moment zit dus in jeugd-UBS. Dus wat dat betreft, we hebben heel veel contact met elkaar. Dat was een jongen die dus inderdaad bij mij terecht is gekomen. Dat hij dus door zijn moeder heel erg veel geslagen werd. Ik heb die moeder ook een aantal keren dus aan de deur gehad. Ik heb met die moeder gesproken. Maar ja, je kan van mij niet verwachten dat ik in iets wat 16 jaar is misgegaan, dat ik het in 3 maanden even rechtbrei. Dus ja, waarom had je dan moeten rechtbreien? Nou, die jongen was sociaal, was hij zo ontregeld eigenlijk toch wel. En zat inderdaad aan de cannabis en dat soort dingen meer. Uh-huh. Ja, en het gek was dat de eerste keer dat die jongen bij mij kwam. En dat was echt een relatie, die woonde met u samen. Ja, op een gegeven moment. Hoe oud was hij? Die was toen 16 al. Hij is op een gegeven moment, een paar jaar geleden, op de nacht van de eerste op tweede kerstdag, ging s'nachts met hem 3:30 ging de bel. Toen was hij al 1 keer was hij al bij me geweest, hoor. Stond hij s'nachts om 3:30 stond hij huilend bij mij voor de deur. Hij heeft zelfs naar de eerste etage moeten klauteren, omdat dus de deur beneden dicht is. En ik de bel niet hoorde. En toen zei hij dat hij weggelopen was. En toen heb ik nog geprobeerd op een gegeven moment, kerst, nou, je kan hier niet altijd lang blijven, want je moeder gaat hier gewoon zoeken, dat een keer wachten. Dus inderdaad is naar een vriend gegaan in het Oosterland. Maar die stond huilend voor de deur, omdat hij thuis mishandeld werd. Ja, exact. Ja. Ja. En hoe kende die jou dan? Via een aantal jaar geleden heb ik dus voor netwerk, de televisieploeg hebben we dus een aantal maanden achter ons aangehad. En ik heb er ook toegestaan dat hun dus met mijn toenmalige vriendje van 13 sprak. En daar heb ik overigens nooit seks mee gehad met die jongen. Dat wilde hij dus heel duidelijk niet. Dus daar hou je rekening mee. Maar hij had hem dus meegenomen. En eigenlijk de eerste keer dat die jongen kwam, toen zei hij tegen mij al gelijk van... mag ik vaker bij jou komen? Maar die jongen was een haveloze... Ja, dat is gewoon een heel... Een haveloze stumper die... Exact. Ja, maar... En die heb je onderdak gegeven of meer dan dat toch? Hij heeft mij dus 3 maanden in huis gewoond. Ja. En moeder die heeft inderdaad een keertje dus de politie dus erop afgestuurd. Ja, hij was toen al 16. Dus maar omdat hij bij mij woonde, hebben ze net lang lopen manipuleren dat hij dus toch met hun meeging. Waarom? Ja. Bent u bekend in Nederland als ja, zijn... Ja, ik ben een bekende... De nationale viezigaard, zo'n beetje. Ja, zo'n beetje. Ja, dat komt eigenlijk een beetje op neer. Ja. Maar juridisch gezien, als een jongen 16 is, mag die ook met iemand die een stuk ouder is? Ja. Ja, 16 is op dit moment de leeftijd. Dat, maar we hebben natuurlijk ook... En was dat dan de jongen van jouw leven, om het zo te zeggen? Nee. Ik heb hem dus... Maar dat is weer typisch wat mensen dan denken van... Ja, als een jongen in huis vanwege de seks. Nou, sorry, ik ben niet geïnteresseerd in behaarde jongens. En een jongen van 16 is meestal behaard. Ja, dus ik heb die jongen gewoon puur uit echte liefde... heb ik die jongen gewoon in mijn huis opgenomen. En die jongen gewoon opgevangen. Zie je wel, ik zeg altijd van... Ja, maar die hele tendens van al het haar moet eraf, ook bij de vrouwen... dat is een pedofiele trek, hè? Een echte pedofiel houdt toch niet van haar? Nee, ik vind dat afgrijzelijk gewoon. Dus, schaam haar, alles moet weg. Ja. Zie je wel, ze... Ja. Dat is... Ik ga jou een keer bellen als ik al een getuige nodig heb. Dat vind ik uitstekend. Ik bedoel, altijd wil ik je dus behulpzaam zijn als dat nodig is. Dus maar even voor de duidelijkheid. Die jongen van 16... Dat was... Wacht. We krijgen niet. Wie houdt van geschoren geeft blijk van pedofiele neiging. Ja.